Sigaren van Göring in Groesbeek. Inspraak van burgers bij coalitieonderhandelingen. En smaakmarkt tijdens hemelvaart. Dit is het N1 Nieuws van woensdag 9 april. Het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek is sinds een maand in het bezit van een wel heel bijzonder sigarenkistje. Het kistje bevat namelijk sigaren die speciaal werden gemaakt voor nazi-kopstuk Hermann Göring. De sigaren zijn onderdeel van een bijzondere verzameling documenten en objecten van het Commissariat Generaal Recuperation, CGR, die door de zoon van Louis Otto aan het museum zijn geschonken. Louis Otto stond van 1945 tot 1949 aan het hoofd van deze organisatie. Het is een behoorlijke schenking van documenten van de memoires van Louis Otto, die dus aan het hoofd stond van die grote organisatie. Het Commissariaat Generaal van Recuperatie. Het was een organisatie die na de oorlog spullen uit Duitsland moest terughalen die van Nederland gestolen waren. Dan moet je denken aan treinen en fabrieken en kunst en diamanten. En die mensen die daar in Duitsland op zoek gingen naar gestolen goederen, die namen ook wel eens souvenirtjes mee die helemaal niet van hunzelf waren. Zoals deze sigaren. En daardoor komen wij nu aan die behoorlijk unieke stukken uit de collectie van Hermann Göring. Wat voor soort sigaren zijn het precies? Het zijn speciaal voor Göring gemaakte sigaren die hij op eigen recept bij de fabriek liet maken. Zodat hij een sigaret die hij precies goed vond. En daar zit zijn eigen wapenschild op gedrukt op het kistje. Toen het kistje heeft ooit vol gezeten. Er zijn wel wat sigaren uit verdwenen. Hoe zit dat precies? Ja, het hoofd van de CGR, Louis Otto, die heeft de sigaren mee naar huis genomen. Die heeft ze cadeau gedaan aan zijn zoon. En zijn zoon was student. En die zoon die heeft op een gegeven moment in zijn studententijd, als hij wat te vieren had met zijn maten, zei hij: jongens, we pakken even een sigaar van Göring. Dus die heeft in de jaren 50, 60 nog sigaren van Göring zitten oproken. Nijmegen heeft een heuse mis. Zij gaat binnenkort voor de titel Queen of the East. Ze is de enige deelnemer uit Nijmegen. En dit is ze dan. De 20-jarige Laura heeft een tussenjaar van haar studie en doet mee met een misverkiezing. Ze staat in de finale van de Queen of the East verkiezing. Dat is een misverkiezing van Gelderland, Flevoland en Overijssel. En dan worden een stuk of volgens mij 60, 70 meisjes uitgenodigd. En die moeten dan naar de castingdag komen. En dan worden daar 25 finalisten uitgekozen. En daar zat ik dit keer ook bij. Laura is via Facebook gescout omdat haar profielfoto opviel. En ze was meteen erg enthousiast. Ik kan me trouwens best wel voorstellen als je zo'n berichtje op Facebook binnenkrijgt. Dat je zoiets hebt van, klopt dat wel helemaal een beetje eng zo? Ja, ik had eerst ook zoiets van een beetje twijfels. En dan heb ik even na zitten googlen en zo van wat voor organisatie het is. Maar toen kwam ik erachter dat het best wel bekend was. En ook gewoon betrouwbaar. Dus toen dacht ik, oké, leuk. In haar vrije tijd fotografeert ze zelf ook, maar model zijn ligt haar meer. Als je voor zo'n jury staat, 9 man, die sta je toch wel eigenlijk echt te beoordelen op hoe je eruit ziet. Is dat niet iets waar je ook af en toe een beetje moeite mee kan hebben, dat het toch wel een vleeskeuring is? Ja, we stonden er ook zo in de rij te wachten en we hadden ook zoiets van, oh, dit lijkt net Tinder. Maar het is inderdaad een vleeskeuring. Maar ja, het is een leuke ervaring en ik zou het niet willen missen. De sjerp voor de voorronde is al binnen. En nu gaat ze voor het echte werk. Hoop je daar ook nog iets aan over te houden? Bijvoorbeeld dat je dan weer gescout wordt voor andere baantjes, magazines, ik weet het niet. Dat zou wel heel leuk zijn. Maar is die kans groot dat zoiets gebeurt als je meedoet aan zo'n verkiezing? Nou, sinds de foto's op Facebook zijn gekomen, heb ik volgens mij 20 vriendschapsverzoeken gehad van fotografen en zo. Dus het helpt. Laura gaat 7 juni de catwalk op voor de titel Queen of the East. De winnares van de verkiezing gaat door naar de Miss Benelux verkiezing. Bob Ruwers van de SP zal als formateur de deze week gestarte onderhandelingen ondersteunen tussen de mogelijke coalitiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en de Nijmeegse fractie. Voor de gesprekken echter de diepte ingaan, inventariseren de onderhandelaars graag wat Nijmegenaren belangrijk vinden in het coalitieakkoord. Daarom kunnen burgers tijdens de inspraakavonden op 10 en 17 april in gesprek gaan met het onderhandelingsteam. De bijeenkomsten zijn vanaf 6 uur in het stadhuis in de Gebroeders van Limburgzaal. Van tevoren moet je je aanmelden bij de raadsgriffier.
Woensdagavond vindt in Melijn de eerste van de drie voorrondes plaats van de 28e editie van de Roos van Nijmegen. De Roos van Nijmegen is de bandcompetitie van poppodium Doornroosje en wordt sinds 1986 jaarlijks georganiseerd. In drie voorrondes strijden muzikanten op het podium van Muziek en Danscafé Melijn voor een plek in de finale op 29 mei in de Doornroosje. Dinsdagmiddag is de naam van de nieuwbouw van de faculteit Educatie van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen officieel onthuld. Het gebouw heeft de naam IO gekregen. IO staat voor Input, Transformatie en het resultaat van een leven lang leren. Het symboliseert de ontwikkeling die studenten doormaken als ze aan de faculteit Educatie studeren, aldus faculteitsdirecteur Titia Bredé. De verhuizing naar IO vindt in de meivakantie plaats. Vanaf woensdag 7 mei staan de eerste lessen voor de studenten ingeroosterd. Nijmegen is een nieuw initiatiefrijker. Een student aan de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen creëert voor haar afstudeerproject een smaakmarkt. Vintage kleding, kunst, live muziek en ambachtelijk eten moeten tijdens hemelvaart de fase omtoveren tot een broeinest van activiteiten. De smaakmarkt gaat eigenlijk over drie dingen: muziek, eten en vintage. En in het hemelvaartweekend gaat de smaakmarkt plaatsvinden. En het idee is om overdag een grote markt te organiseren met heel veel verschillende dingen: kleding, accessoires, sieraden, maar ook schoenen, betaalbare kunst, literatuur. Van alles zal er op die markt te koop zijn. Verder is er een groot terras waar je lekker kunt chillen en kunt genieten van overdag leuke akoestische bandjes uit de regio. En 's avonds gaan we toch al door naar een klein feestje. En daarna gaan we door met lekker eten en dansen. En uiteindelijk gaan we dus door tot 12 uur 's avonds. Iris, jij bent deelnemster aan de smaakmarkt. Ja. Waarom heb je besloten om deel te nemen? Ik zag dit als een leuke kans om mijn winkel aan een nieuw publiek te laten zien. Zowel mensen uit Nijmegen als omstreken. Ik vind dat je als ondernemer zijnde altijd open moet staan voor leuke dingen die op je pad komen. En de smaakmarkt is een van de dingen die ik als ondernemer zijnde niet zou willen missen. Wat valt er voor kinderen te doen? Nou, de kinderen hoeven zeker niet thuis te blijven. Die worden vermaakt met sport en spel. Ze kunnen onder andere pingpongen, er is een draaimolen, een springkussen en een clown theatervoorstelling. We zijn nog op zoek naar smaakmakers die ons evenement van mooie ambachtelijke spullen willen voorzien. Dus verkoop jij iets leuks en wil je dat aanbieden, dan kun je je aanmelden op onze website als smaakmaker. Het weer in het Rijk van Nijmegen vanuit de Korenmarkt in Nijmegen. Donderdag is het veelal bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon nog even door, waardoor het kwik stijgt tot 17 graden. In de avond is het veelal bewolkt en koelt het af naar zo'n 5 graden met een oostelijke windkracht 4. Ook vrijdag blijft het bewolkt en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur zal uitkomen op 16 graden met een oostelijke windkracht 2. In de nacht koelt het af naar 6 graden. Zaterdag wordt het zo'n 15 graden en blijft het de hele dag bewolkt met een noordwestelijke windkracht 4. In de avond koelt het af tot zo'n 3 graden. Als de weerman loog, bedenk dan, tussen de druppels door was het droog. En tot zover het NE Nieuws. Hierna kunt u na het hele uur nog kijken naar het programma Buurten en naar de Go Short uitzending van Cinema. En na het half uur naar Nema TV. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.